Eerst en vooral welkom bij deze online infosessie over de oproep onderzoeksinfrastructuur hogescholen. Ik stel voor, als er vragen zijn, dat die gesteld worden na mijn presentatie. Ik heb maar één scherm, dus ik zie geen handjes of geen chats. Eerst en vooral, ja, we zijn hier samen om eventjes door de modaliteiten te gaan van de oproep onderzoeksinfrastructuur hogescholen van 2024. Er zijn een aantal zaken op de agenda. Eerst en vooral ga ik iets vertellen over de context, het doel en de verwachtingen die we hebben met deze oproep. Als tweede ga ik bespreken wat de kenmerken en de modaliteiten zijn. Wie is de begunstigde, wat zijn de selectiecriteria, hoe gaan we de subsidie berekenen. Als derde puntje ga ik het ook hebben over hoe jullie een project of een dossier moeten indienen. Deze eventjes uitschakelen. Hoe we beoordelen hoe dat de beslissing in zijn werk gaat. En als laatste puntje vertel ik iets meer over, ja, als het project positief is, wat verwachten we van de uitvoering en van de opvolging van het project. Eerst en vooral, alles wat ik vandaag vertel kan ook nagelezen worden op onze website. Ik heb ze hier ook eventjes vermeld. Daar staat alles uitgeschreven, maar er zit ook een handleiding op de website. Dat is een PDF-document waar eigenlijk alle criteria, alle modaliteiten over uitbetaling enzovoort, de regelgeving, te vinden is. Ja, de oproep is een oproep die één keer per jaar gebeurt. En we hebben die net gelanceerd in mei. Vanaf 1 mei staat die online. En dit is eigenlijk de vijfde keer dat de oproep onderzoeksinfrastructuur voor hogescholen wordt georganiseerd. We hebben zoals andere jaren een budget van 3 miljoen euro ter beschikking voor onderzoeksinfrastructuur. De steun komt vanuit VLAIO, dus het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Dus we leggen in deze oproep ook een sterke focus op ondernemers. We richten ons wel naar hogescholen, maar we mogen de ondernemers zeker niet uit het oog verliezen. Die ondernemers die hebben niet altijd de kennis of de middelen in huis om, ja, aan de eigen noden of vragen die ze hebben een oplossing te bieden. En daar is natuurlijk een opportuniteit weggelegd voor de hogescholen die, ja, enerzijds dicht bij ondernemingen staan en social profit organisaties, maar anderzijds natuurlijk ook aan innovatief onderzoek doen. Natuurlijk, hogescholen, weten we, beschikken niet altijd over de juiste of voldoende state-of-the-art infrastructuur om onderzoek uit te voeren. Met oog op de vragen die vanuit het werkveld komen. En daarom willen we graag steun verlenen om aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te doen bij hogescholen en om, ja, die infrastructuur dus te versterken. En dan onderzoek te verrichten samen en voor het werkveld. Zoals ik al zei, komen de vragen en noden uit het werkveld. Dus het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en de aan te kopen onderzoeksinfrastructuur moet dat eigenlijk, ja, uiteindelijk wel een economische impact creëren. Ja, met het werkveld bedoelen wij de Vlaamse ondernemingen of de social profit organisaties. Wat we ook graag hebben natuurlijk, is dat het onderzoek ook aansluit bij de beleidsprioriteiten. En dat is eigenlijk een evidentie. Een paar voorbeeldjes zijn natuurlijk digitalisering of circulariteit. We richten ons dus tot hogescholen en we refereren daarbij naar de Codex Hoger Onderwijs. Dat zijn er 13. Dus hogescholen die 2 ondernemingsnummers hebben, worden als 1 hogeschool beschouwd. Dan, ja, wat is het doel eigenlijk van onze oproep? De oproep richt zich op investeringsprojecten van hogescholen voor infrastructuur die ingezet wordt door eigen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Dus we vragen dat er effectief infrastructuur wordt aangekocht en geïnstalleerd om door de hogeschool ook effectief zelf te gaan gebruiken. En dat voor meerdere onderzoeksprojecten, waarbij in de aanvraag al enkele concreet benoemd moeten kunnen worden. We zien graag ook dat de afstand tussen de hogescholen en het werkveld verkleind wordt. We willen graag zien dat er samenwerkingen komen, dat er samenwerkingen opgezet worden. We willen dat graag stimuleren. We zien ook graag dat het netwerk uitgebreid wordt
tussen hogescholen en andere partners. En dat ook, ja, dat ook doorcijpelt in het opleidingsaanbod. En dat dat vernieuwd kan worden, dat die infrastructuur daar gebruikt wordt, dat die onderzoeksprojecten ook in dat opleidingsaanbod terug te vinden zijn. Nu, wat verwachten we eigenlijk heel concreet? Twee zaken. We geven steun voor infrastructuur, dus natuurlijk moet er infrastructuur aangekocht worden. Zoals ik al zei, voor eigen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. En wat daarbij heel belangrijk is, is dat de wetgeving op overheidsopdrachten gevolgd wordt. Dus er moet een marktbevraging gebeuren. Dat is ook iets waar we naar vragen bij positief gesteunde projecten als de steun wordt opgevraagd. Investeringen die we beschouwen als onderzoeksinfrastructuur, over wat kan dat allemaal gaan? Dat kan gaan over de aanschaf van nieuwe toestellen of machines. Dat kan ook gaan over de aanschaf van onderdelen voor de constructie van de beoogde onderzoeksinfrastructuur. Het kan ook gaan over het upgraden van al bestaande infrastructuur die op de campus aanwezig is. En enkel infrastructuur die geïnstalleerd wordt binnen de eigen campussen en ook hoofdzakelijk gebruikt wordt door de hogescholen, komt in aanmerking voor subsidie. Daarmee bedoel ik een bepaalde infrastructuur die op een bedrijf zit, wordt geïnstalleerd. Dat komt niet in aanmerking. Het is echt de hogeschool die de aankoop doet en de infrastructuur zelf gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het is ook de bedoeling dat die infrastructuur direct gebruikt wordt, omdat ja, ook de projectperiode zelf is al vrij kort. Die dient voor de aankoop, maar die moet dan ook daaropvolgend direct in gebruik genomen worden. We vragen ook dat er een visie is op openstelling en medegebruik in functie van samenwerking met andere onderzoeksorganisaties en ondernemingen. Dat komt straks terug ook in de criteria die ik ga bespreken. Een tweede groot blok dat we ook vragen en waar we veel aandacht aan schenken, is dat er ook kennisverwerving en kennisdiffusie is. Het is niet alleen voldoende dat die infrastructuur op de hogeschool aanwezig is, maar ja, alles wat daaruit meegenomen wordt in het onderzoek, wat daaruit geleerd wordt, moet ook zoveel mogelijk breed verspreid worden. Dus we vragen dat er minimum 2 interactiemomenten met de doelgroep worden opgezet. Tijdens die 2-jarige projectperiode. Waarom dienen die interactiemomenten? Om de noden te capteren uit het werkveld. Ook om de kennis te verspreiden en om de samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Een ander puntje in verband met die kennisverspreiding is ook dat we vragen dat de onderzoeksinfrastructuur minstens in het Fries en DOSP-portaal worden gepubliceerd. Ik heb vernomen dat hogescholen gebruik maken van het DOSP-portaal en dat wordt dan doorgestuurd naar het FRIS-portaal. En dan tenslotte ja, moet er natuurlijk breed gecommuniceerd worden over de infrastructuur en over de onderzoeksprojecten die zijn opgezet, wat dat de resultaten daarvan zullen zijn of kunnen zijn. En dat kan natuurlijk via workshops of events. Dat is ook iets waar we naar peilen in de aanvraag en waar dat een score aan wordt toegekend. We hebben eigenlijk 6 criteria die we scoren en de som van alle afzonderlijke scores gaat dan leiden tot een project dat gesteund wordt of niet gesteund wordt. En we kijken naar 6 criteria. Ik heb ze hier eventjes opgezond. Het eerste criterium betreft de meerwaarde van de onderzoeksinfrastructuur. Wat bedoelen we daar eigenlijk? Moet ja, duidelijk zijn dat de nieuwe onderzoeksinfrastructuur aansluit bij de reële noden en uitdagingen uit het werkveld. Dus bijvoorbeeld, is de doelgroep wel voldoende bevraagd? Ja, is het wel nodig om die infrastructuur aan te kopen? Natuurlijk moet die ook gebruikt worden voor het toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek en voor de kennisopbouw binnen de hogeschool. We vragen ook, als die infrastructuur wordt aangekocht, is er wel expertise aanwezig om die te gebruiken binnen de onderzoeksgroep? Wat zijn de competenties van de mensen die die onderzoeksinfrastructuur gaan beheren? We kijken ook naar het feit of dat er eventueel al andere geplande investeringen zijn en hoe dat de infrastructuur daar dan bij kan aansluiten. Een tweede puntje
dat we eveneens bekijken, is de complementariteit en ruimere meerwaarde van de onderzoeksinfrastructuur. Dus ja, we willen graag gemotiveerd zien of dat de infrastructuur wel state of the art is, wat dat denk ik een logische vraag is, en of dat die ook complementair is met onderzoeksinfrastructuur buiten de hogeschool. Dat kan zijn binnen een associatie of zijn er al zaken die aanwezig zijn op andere campussen van andere hogescholen of bij andere kennisinstellingen of misschien zelfs bedrijven. Dus we vragen wel dat daar een motivering is, dat daar onderzoek naar gedaan is. Om ja, te kijken of dat die ruimere meerwaarde echt wel aanwezig is. Als derde puntje beoordelen we ook hoe dat die onderzoekinfrastructuur wordt opengesteld voor derden en voor samenwerking, wat ik daarnet ook al vertelde. Dus ja, we willen met die oproep de samenwerking tussen hogescholen onderling, maar ook met andere onderzoeksorganisaties en ondernemingen versterken. Daar peilen we in dit derde criterium naar. Ja, we willen ook zien dat er een realistische visie is, een strategie in ja, het beheer, de kosten die daarmee gepaard gaan, de bezittingsgraad. Hoe gaat de onderzoeksinfrastructuur na de duur van het project opengesteld worden voor onderzoek samen met ondernemingen of andere onderzoeksorganisaties? Ja, natuurlijk, als de onderzoeksinfrastructuur ter beschikking gesteld wordt van derden, dan moeten natuurlijk ook wel marktconforme prijzen gehanteerd worden. Als vierde puntje kijken we naar de economische en maatschappelijke impact. Dus wat bedoelen we daarmee? Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de onderzoeksinfrastructuur die wij gaan steunen. En die moet op korte termijn een duidelijke economische en maatschappelijke impact hebben voor Vlaanderen. Dus we vragen, ja, is er een reële afgebakende doelgroep waarvoor dat die infrastructuur zal gebruikt worden? Ja, de maatschappelijke meerwaarde moet aansluiten bij een van de beleidsprioriteiten, bijvoorbeeld energie, klimaat, circulaire economie. We vragen toch ook om dat duidelijk te vermelden. Vroeger moesten er binnen bepaalde thema's ingediend worden, dat vragen we niet, maar natuurlijk nu wel willen we dat daar iets over beschreven wordt. Als vijfde puntje dat we scoren in de aanvraag, bespreken jullie de communicatie en de interactiemomenten. We vragen daar naar een KPI, dus het aantal unieke ondernemingen dat tijdens die twee interactiemomenten betrokken zullen worden. Zodat we duidelijk kunnen afleiden ja, dat er echt wel samenwerking is, dat er kennisverspreiding is. Ja, hoe kunnen die interactiemomenten eruit zien? Door bijvoorbeeld workshops op een labodagen. En die worden dus opgezet om ja, gericht kennisnoden bij de doelgroep te gaan capteren, om beschikbare kennis die al binnen de hogeschool aanwezig is kenbaar te maken, om samenwerkingsmogelijkheden eventueel te zoeken. Dus dat zijn zaken die we in dit puntje graag gemotiveerd zien. En als laatste puntje geven we ook een score op hoe dat de kennisdiffusie wordt aangepakt. Dus de resultaten van het onderzoek worden dankzij de onderzoeksinfrastructuur mogelijk en moeten dus ook verspreid worden natuurlijk. En we vragen dat die ook ruim verspreid worden naar de doelgroep. Het zijn uiteindelijk de ondernemers, het werkveld, de social profit organisaties, die er ja, praktisch mee aan de slag moeten kunnen gaan. Dus ja, dan vragen we hoe ga je die kennis tot bij hen brengen? De kennis stroomt ook door naar het eigen onderwijsprogramma en andere opleidingsverstrekkers. Zoals bijvoorbeeld, dat kan een Sintra zijn. En ja, die kennis die gaat dan een duidelijke meerwaarde vormen voor toekomstige ondernemers en werknemers. Dit is in een notendop wat we verwachten van die zes criteria. Die worden ook gedetailleerd besproken in de handleiding en op de website. Dus jullie kunnen die zeker nog eens rustig nalezen daar. Nu een woordje uitleg over de berekening van de subsidie. Ik heb na deze slide ook een paar rekenvoorbeelden vermeld. We gaan van de totale kostenraming kunnen we maximum 92,5% steunen. We beperken ook tot de investeringskosten. Andere kosten gaan we niet steunen. En per
aanvraag. Per project geven we minimum 100.000 euro steun en maximum 300.000 euro steun per aanvraag. We hebben ook een limiet op maximum 500.000 euro per hogeschool, maar die is niet strikt. Als er blijkt dat er voldoende middelen zijn, dat we iets meer hebben, dus dan 3 miljoen euro, omdat er bijvoorbeeld toch meer positieve projecten zijn, dan is het mogelijk dat we ook de volgende projecten die iets die samen per hogeschool hoger liggen dan 500.000 euro, dat we die ook kunnen steunen. Dus dat is een mogelijkheid. De subsidietermijn bedraagt maximum 24 maanden, dat is vrij kort. Maar daarmee hangt samen dat er ook wel een hoger subsidiepercentage kan toegekend worden. Wat moet er in die 24 maanden zeker gebeuren? Ja, uiteraard de aankoop van de onderzoeksinfrastructuur, en die moet bewezen worden. Er moet ook communicatie gebeuren met de doelgroep. En we vragen dus ook dat die twee interactiemomenten worden opgezet binnen die periode. Ik heb het een beetje proberen visualiseren met cirkels hoe dat we de kost berekenen. Dus eerst en vooral moeten er verplicht investeringskosten worden ingediend. We hebben een template, een Excel-template, dat is ook terug te vinden op onze website, waarin je de investeringskosten kan oplijsten. Daar zijn ook nog twee extra rubrieken voorzien. Enerzijds kan je ook installatie- of werkingskosten indienen of externe prestaties. Alles qua budget dat minder is dan 10.000 euro, valt onder installatie- en of werkingskosten. Alles wat hoger ligt, alleen vanaf 10.000 euro, is een kost die je onder de rubriek externe prestaties moet inbrengen. En ja, waarover gaat dat? Die werkingskosten en installatiekosten bijvoorbeeld, dat zijn kosten die rechtstreeks aan het project verbonden zijn en noodzakelijk zijn voor de uitvoering. Dus als ik een aantal voorbeeldjes geef, dan kan dat zijn het inrichten van een lokaal, aankoop van noodzakelijke software voor het gebruik van onderzoeksinfrastructuur, het inkopen van noodzakelijke opleidingen. Dus dat zijn zo'n paar kosten die je onder die rubrieken kan stoppen. Dan heb ik een viertal voorbeeldjes. Het is nog wel technisch, dus je kan het zeker achteraf nog eens rustig bekijken of ook eventueel aan mij vragen als je daar twijfels over hebt. Ik heb hier een voorbeeldje waarbij een investeringskost van 250.000 euro is ingediend. Heel simpel, we berekenen 92,5% dat we kunnen subsidiëren. Dus hier is iets fout gelopen, denk ik. We kunnen 92... eventjes kijken. De investeringskost bedraagt 250.000 euro. Het cijfertje in de rechterbol is fout. De subsidie is 92,5%. Dat wil zeggen dat we eigenlijk 231.250 euro aan subsidie kunnen toekennen. De overige 7,5% bekijken we dan als eigen inbreng. En bedraagt 18.750 euro. Dus ik kijk dan alleen naar het vakje links. In het tweede voorbeeldje is er een investeringskost van 400.000 euro ingediend. Als we daar een subsidie van 92,5% op berekenen, wil dat zeggen dat we in principe 370.000 euro subsidie kunnen geven. Maar ik heb daarnet gezegd dat we aftoppen op 300.000 euro per aanvraag per project. Dus dat wil zeggen dat de eigen inbreng hier iets groter zal zijn, omdat we natuurlijk die 70.000 euro bovenop die 300.000 euro niet kunnen steunen. In het volgende voorbeeldje zijn er twee soorten kosten ingediend. Een investeringskost van 200.000 euro en een werkings- en installatiekost van 20.000 euro. Dus we tellen die twee kosten samen op. De totale begroting is 220.000 euro. En ook als we daar het subsidiepercentage op toepassen, wil dat zeggen dat we eigenlijk een subsidie in principe van 203.500 euro zouden kunnen verlenen. Maar we toppen hier af op de investeringskost. En de investeringskost ligt iets lager, dus 200.000 euro. En in mijn laatste voorbeeldje.
heb ik een investeringskost van opnieuw 200.000 euro. En de tweede kost die in de begroting werd ingediend is 10.000 euro, samen 210.000 euro. Daar laten we het subsidiepercentage op los. En dat betekent dat we 194.250 euro zouden kunnen toekennen. De eigen inbreng ligt hier iets hoger. Die moet minstens 7,5% van het totaalbudget zijn. Maar een deeltje van de investeringskost zit hier ook onder de investeringskost. Ik heb in een volgende slide de vier voorbeelden nog eens naast elkaar opgelijst. Uit vorige oproepen zijn er een aantal voorbeelden die ik kan vermelden van zaken die we niet steunen. En ik dacht, het is misschien interessant om die ook eventjes met jullie te delen. Soms komt het eens voor dat een project of een aanvraag heel high level en generiek geschreven is. We vragen toch om concreet te zijn, concrete doelstellingen neer te schrijven. Ook bijvoorbeeld hoe de kennis rond de onderzoeken of de onderzoeksinfrastructuur in het eigen opleidingsaanbod worden verwerkt, kunnen soms ook heel high level of generiek zijn. Dan wordt bijvoorbeeld een opsomming gegeven van een aantal opleidingen, maar wordt verder ook niet vermeld hoe dat die kennis dan bijdraagt of een veranderend opleidingsaanbod teweeg brengt. Dus dat is een puntje waar dat soms toch wel op mag gelet worden. Het is ook al eens voorgekomen dat de onderzoeksinfrastructuur wordt ingezet voor pure dienstverleningsactiviteiten. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. De onderzoeksinfrastructuur moet echt gebruikt worden voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en niet gewoon om een bedrijf een bepaalde dienstverlening aan te bieden. Wat daar een beetje mee samenhangt, is ook een pure demo-installatie is ook iets dat niet in aanmerking komt in deze oproep. Dan links heb ik nog vermeld een infrastructuur dat eigenlijk wordt aangekocht om de nood van één doelgroep of één bedrijf, om aan de nood te voldoen van één doelgroep of één bedrijf, is ook iets dat we niet steunen. Hè. De infrastructuur moet breder inzetbaar zijn. En als voorlaatste, wat we soms ook al gezien hebben, is dat er bijvoorbeeld een bulk aankoop is van VR-brillen. Als dat niet duidelijk kan gemotiveerd worden, waarom dat specifiek nodig is. Ondertussen zijn er al heel veel VR-brillen die voor verschillende types onderzoek kunnen gebruikt worden, dan is dat ook iets dat we niet steunen. Enkele of een paar kan natuurlijk wel, maar het moet altijd duidelijk gemotiveerd worden. En als laatste puntje, generieke infrastructuur zonder een duidelijke link naar praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek of de noden die gehoord worden bij het werkveld, dat gaan we ook niet steunen. Dus dat kan bijvoorbeeld gaan, maar niet noodzakelijk, over laptops of flipcharts, algemene uitrusting. Dat zijn zaken waar dan we ons snel eens een vraag bij stellen. Dus tenzij het goed kan gemotiveerd worden, zijn dat zaken die we niet zullen steunen. Hoe gebeurt de uitbetaling? Hè? Dus eens dat een project positief is en steunwaardig is, is er een online portaal waar dat de steun ook opgevraagd kan worden. En dat gebeurt in drie schijven. Dat is een beetje gelijkaardig aan sommige andere projecten bij Vlaio. Dus de eerste steunschijf van 40% betalen we uit na de start van de marktbevraging. Een tweede schijf, gaan we uitbetalen als 60% van de kosten aangetoond kunnen worden. Dus dan gaat het over facturen die aantonen dat de infrastructuur effectief in bezit van de hogeschool is. We vragen dan ook graag bij die tweede schijf dat er een vergelijkende projectbegroting wordt meegestuurd, zodat we mee kunnen volgen hoe ver het staat met de aankoop. En dan een saldo van 20%. Betalen we uit bij de afronding van het project. Daar vragen we wel een aantal documenten op. Een inhoudelijk verslag over de stand van zaken, welke acties er allemaal zijn ondernomen. Een verslag van de interactiemomenten.
ja, het bewijs dat de onderzoeksinfrastructuur is doorgestuurd naar het DOSP-portaal. En de toegekende steun is natuurlijk een maximum. We kunnen daar niet boven gaan. En ja, dat kan tussentijds of bij eindcontrole bijgesteld worden. Ik bedoel daarmee ook. Als er gemerkt wordt dat er tussentijds toch veranderingen nodig zijn in het type infrastructuur dat zal worden aangekocht, of er zijn problemen of ja, problemen bij leveringen of dergelijke, ja, neem dan contact op met ons. We kunnen altijd meekijken wat er eventueel nodig is, hoe dat we mee kunnen bijsturen, zodat we eigenlijk elk project goed mee kunnen opvolgen. Er is soms ook een vraag naar een template voor de rapportage. Wanneer je een steunschijf wordt opgevraagd, in principe is het voldoende om de 6 criteria af te gaan en daaraan eigenlijk het rapportageverslag te hangen. Maar we hebben ook een template beschikbaar gesteld op de website dat je kan gebruiken als leidraad. Het is beschikbaar, het is niet verplicht. Dus hogescholen kunnen ook zelf een rapport opmaken met een stand van zaken. Ja, heel concreet, van 2 september tot en met 12 september hebben de hogescholen de tijd om de projecten in te dienen via onze website. Daar zal dan een roze knop klaarstaan. En dan via het portaal, dat wordt opengeklikt, is de mogelijkheid om alle bestanden op te laden. Welke documenten hebben we dan allemaal nodig? Ze zijn ook allemaal beschikbaar via onze website. Natuurlijk het aanvraagformulier. En daar wordt eigenlijk in 6 vragen gepeild naar de 6 criteria die ik daar straks heb opgesomd met een aantal deelvragen. Als op elke deelvraag heel effectief kan geantwoord worden, dan zit de aanvraag meestal wel goed. We vragen ook om het aantal pagina's te beperken. Het zijn geen ingewikkelde projecten of dossiers. Soms kan het wel handig zijn als er wat foto's of documentatie bij zit. Maar we denken dat 20 à 25 pagina's toch voldoende moet zijn om te beschrijven waarom een bepaalde infrastructuur wordt aangekocht en waarom er graag subsidie voor gevraagd wordt. Een tweede document dat wordt opgeladen is het kostenmodel. Daarmee bedoel ik de begrotingstemplate in Excel. Op onze website staat ook een handleiding over hoe je die moet invullen. Als derde verplicht document vragen we om de verklaring organisatie voor onderzoek of kennisverspreiding in te vullen. Dat is een document dat staaft dat het om een hogeschool gaat die de subsidie aanvraagt. En het is ook mogelijk om de BTW op in de investeringskosten te subsidiëren, indien de BTW niet recupereerbaar is. Maar dan vragen we wel dat daar een bewijsstuk voor wordt aangeleverd. Uiteindelijk, eens alle projecten zijn ingediend, gaan we starten met de beoordeling. Eerst en vooral gaan we kijken of een project ontvankelijk is. Bijvoorbeeld, we gaan kijken of het ingediende investeringsbudget bijvoorbeeld een minimumdrempel van 100.000 euro haalt. Is het project door die ontvankelijkheid is geraakt, gaan we met de effectieve beoordeling beginnen. Uit het document dat is ingediend moet alles eigenlijk duidelijk zijn. Dus we gaan geen vooroverleg organiseren of een toelichtingsgesprek. Natuurlijk, als jullie tussentijds toch vragen hebben, kan je mij wel contacteren, maar het is niet de bedoeling dat er voor een ingediend project een aparte meeting wordt opgezet. De inhoudelijke beoordeling gebeurt aan de hand van die 6 selectiecriteria. Die dus ook in de handleiding staan. En elk criterium wordt gescoord. Een score kritisch wil zeggen uitsluiting. Dat wil zeggen dat als op een van die 6 parameters kritisch wordt gescoord, dat het project sowieso niet gesteund wordt. Een volgende score is eerder zwak. Dan krijgt het criterium het punt min 1. We geven voor goed een 0 en voor zeer goed een plus 1. Alle projecten die min 2 of hoger scoren, komen in aanmerking voor steun. Dus dat zijn voor ons positieve projecten. En die komen in een rangschikking terecht. De
projecten die natuurlijk het hoogst staan, zijn het zekerst van steun. We hebben dus een budget van 3 miljoen euro ter beschikking. Dus er is steun tot het budget op is. Of eventueel, en we kijken natuurlijk ook naar die drempels, die maximum drempels die we kunnen geven. De beslissingen houden rekening met het beschikbaar budget en met de drempelbedragen. En we streven ernaar om een beslissing naar de hogescholen uit te sturen tegen eind november 2024. Dat kan eventueel ook december zijn. Uiteindelijk, voor positieve projecten, komt er een overeenkomst tot stand. Dat is steeds zo bij innovatieprojecten. Die overeenkomst is er tussen het Fonds voor Innoveren en Ondernemen en de Hogeschool. De projectopvolging gebeurt via rapportering via het online platform. Bij beslissing wordt er een mail uitgestuurd met een link. Als die link gevolgd wordt, dan kom je op het platform waar je alle bewijsstukken kan opladen om de steun op te vragen. En natuurlijk bij vragen of wijzigingen kan je altijd contact opnemen met de Vlaio projectadviseur. Dat kan via het e-mailadres onderzoeksinfrastructuur hogescholen, dus oihs@vlaio.be. En natuurlijk ook op onze website kan alles nagelezen worden. Zo, ik ga eventjes stoppen met mijn scherm te delen. Ik weet niet of er vragen zijn. Ik zie dat ik er vrij vlot ben doorgegaan. Dus ik zou zeggen, als iemand een vraag heeft, steek maar het handje op. En dan komen we bij u. Ja, Dieter Struif, u heeft nog een vraag? Ja, klopt inderdaad. Ik heb er eigenlijk drie, maar ik zal beginnen met de eerste. Ja. Wat is eigenlijk juist infrastructuur? Ik bedoel daarmee, je hebt de fysieke faciliteiten uiteraard, test- en meetapparatuur en hardware. Maar wat met digitale infrastructuur, dataopslag, beheersystemen, software en tools voor data-analyse en modellering? Zit daar een bepaalde verhouding tussen? Moet het vooral het ene of het andere zijn? We bedoelen vooral fysieke infrastructuur. Dus bijvoorbeeld servers of zo van die zaken zijn dingen die we steunen. Software zien we eerder als een werkingskosten, installatiekost. Als dat nodig is om een bepaalde server te laten draaien of een bepaald machine te laten draaien, dan is die software een werkingskost. Oké. Wij doen bijvoorbeeld heel wat onderzoek rond media en entertainment, waar automatisch best wat software bij komt kijken. Dus als er geen fysieke component tegenover staat, kan er geen softwarecomponent worden ingebracht, begrijp ik dat juist? Ja, ik denk het wel. Kijk eventjes naar mijn collega, Lisbeth. Ja, ik ben ook even aan het denken. Dat was een moeilijke geweest. Ik denk dat ben mij even aan het afvragen of dat we vroeger begonnen zijn met te zeggen het moet geactiveerd worden. Ik denk niet dat we dat nog zeggen op dit moment. Nee, dan niet. Ja, het is een waarmee dat we altijd al een beetje geworsteld hebben. En ik denk dat we daar nog een keer met de veranderingen, zeker op al die vlakken, misschien nog een keer in de toekomst goed over moeten nadenken naar de formulering daarvan. Mm-hmm. Ja. Even aan nadenken. Dat we eens even parkeren en... Oké. Ja, dan moet je eens over nadenken. Wat opschrijven. Ja. En je had nog een vraag? Ja. Je gaf ook aan dat de limiet... ik werk bij Thomas Moor. 2 WZW's, maximum 500.000 euro voor de 2 WZW's dan. Maar mogelijk kan die 500.000 euro worden overschreden als er extra budget is, heb ik begrepen. Of heb ik dat fout begrepen? Ja. En dan is mijn vraag eigenlijk, qua rechtszekerheid bij de indiening van een dossier, is dat toch vrij cruciaal? Wanneer weten we of dat we over die 500.000 euro mogen gaan? Hè? Bijvoorbeeld, mag ik voor mijn dossier in plaats van 250.000 per VZW toch naar 300 gaan en heb ik dan een legaal dossier ingediend? Of heb ik dan geen legaal dossier ingediend? Wanneer weten we dat of dat kan overschreden worden?
Ja, dat kunnen we op voorhand niet weten. Dat hangt er vanaf of dat er budget zal open zijn, over zijn op het moment ja, dat de beoordeling er Dus dan zal kunnen we zijn. eigenlijk, begrijp ik dan juist, die 500.000 euro niet overschrijden, want dan zijn we niet zeker dat Maar we een we legaal gaan... dossier hebben ingediend. Het gaat, het project of het dossier gaat niet afgestraft of onontvankelijk gaan omdat er een drempel, omdat die drempel overschreden wordt. Oké, Dus maar... er is geen uitsluiting. Dus als jullie zeggen, wij dienen voor 1 miljoen in, geen probleem. Maar dat wil niet zeggen dat wij, zelfs als dat allemaal goede dossiers zijn, dat wij 1 miljoen gaan toekennen. Als er selectiviteit Nee, maar is, je dan kan gaan we toch in een maximaal drempel stellen. 500.000 euro aan één hogeschool toekennen, hè? Ja, maar Maar het je is... mag dus voor meer dan 500.000 euro indienen en dan kunnen al je dossiers toch gesteund worden, maar dan met een bepaald subbedrag daarvan. Of ik begrijp het niet goed, denk ik. We gaan per dossier kijken. Dus dan stel er zijn 2 dossiers goedgekeurd van 500, samen de 500.000 euro. En een derde dossier komt ook in aanmerking. Ja, dan gaan we daar dat derde dossier, als er budget is, ook kunnen steunen. Maar we kunnen dan niet met zekerheid zeggen dat dat zo zal zijn. Ik denk dat de realiteit bij ons meer zal zijn, bijvoorbeeld. We dienen, ik zeg nu maar, 3 dossiers in en elk dossier is 250.000 euro of 300.000 euro en dan heb je in totaal 900.000 euro. Dus ook al met 2 dossiers heb je de 500.000 euro overschreden. Kan het dan, als er geen extra budget is, wordt er dan maar 1 dossier goedgekeurd? Of kun je toch nog 2 dossiers goedgekeurd krijgen? De drempel wordt ingesteld als er selectiviteit is. Als wij zien dat er veel aanvragen zijn voor weinig budget, dan gaan we die een drempel instellen. En stel dat de eerste 3 positieve projecten in de rangschikking er zijn van Thomas More en jullie vragen 900.000 euro aan, dan gaan we aftoppen op 500.000 euro. En als dat niet mooi uitkomt, dan gaan we jullie contacteren met de vraag hoe gaan we dat... Waar gaan we kniepen? Okay, stel... Ja. Stel dat er maar 5 aanvragen zijn, waarvan 3 van Thomas More en 2 van een andere hogeschool, en wij kunnen die allemaal steunen, dan is de kans bestaande dat we die allemaal gaan steunen. Oké, okay, maar maar dus die 500.000 euro wordt ingeroepen voor om selectief... Als we selectief moeten zijn, als er veel goede aanvragen zijn, dan gaan we die drempel inroepen, zodanig dat we toch een beetje voldoende spreiding hebben over de verschillende hogescholen. Helder, dank u wel. En dan mijn laatste vraag gaat over de economische en maatschappelijke impact. In onze vorige dossiers is dat nogal variabel beoordeeld, dat ik dat heel moeilijk vind om in te schatten wanneer je dat luik goed of slecht hebt geschreven of hebt uitgewerkt. Bestaan daar voorbeelden van wat een goede uitwerking is en wat een minder goede uitwerking is, zodat dat helderder is, omdat dat specifiek voor ons dan niet zo duidelijk is wanneer dat goed of slecht is? We hebben daar nu niet zo direct voorbeelden van hoe goed of slecht geschreven aanvragen zijn. Maar ja, hoe concreter, hoe beter natuurlijk. Als je de doelgroep hebt bevraagd en daar komt toch een bepaalde nood uit, die kan eventueel met een berekening worden aangetoond, wat dat een economische impact zou kunnen zijn, dan is dat iets wat positief beoordeeld wordt. Ik kan nu niet zeggen... Of laat mij misschien mijn vraag herformuleren. Is het misschien mogelijk om... bijvoorbeeld, we hebben vorig jaar 2 dossiers ingediend en ik heb bij alle 2 de economische en maatschappelijke impact zeer gelijkaardig geschreven. In het ene geval was het goed, in het andere geval eerder zwak. Ik begrijp niet het verschil, maar ik zal uiteraard iets missen. Kan ik dat ergens consulteren met iemand? En kan iemand mij dat duiden? Ja, ik wil daar zeker nog een extra toelichting over geven. Ik zou eens moeten kijken over welke 2 dossiers dat dan gaat. Dat kan ik natuurlijk nu niet inschatten. Nee, dat begrijp ik. Ja. Ik zie een beetje twee zaken. Hè. Enerzijds willen wij weten dat op korte termijn de infrastructuur gebruikt gaat worden en dat die gebruikt wordt voor praktijkgericht onderzoek waar dan nood aan is bij de bedrijven. Dus eigenlijk willen we daar wat voelen met wat gaat er starten. En hoe speelt dat in? En daar kunnen, of hopen wij dan dat er al redelijk concreet gegaan kan worden. Moet er daar een hele berekening achter zitten? Nee, maar dat je toch wel al aantoont van dat is gericht naar die doelgroep, dat zijn die noden, na afstemming met die doelgroep. Dat je daar een beetje inschatting maakt van wat is de impact bij de doelgroep en hoe omvangrijk is die doelgroep, met welke impact dat je daar kunt bereiken. Anderzijds ga je ook bepaalde potenties hebben van onderzoeken die nu nog niet heel concreet zijn, maar waar dat je wel aanvoelt van kijk, we kunnen daar
op dat thema of dat soort onderzoeken op gaan doen die bepaalde inzichten gaan leveren die wel een economisch potentieel hebben, dat je nu veel minder concreet gaat kunnen onderbouwen dan die andere concrete onderzoeken die wel al op je agenda staan. Dus het gaat een beetje bij de twee. Maar het is niet, we zijn niet op zoek naar een berekening van 10 bladzijden lang met van alles en nog, maar we willen wel zien, je gaat er echt concreet, je hebt er een concreet plan op korte termijn, hoe speelt dat in, op welke noden speelt dat in, en toon dan dat er effectief nood aan is bij die doelgroep en dat het economisch weefsel daarbij gebaat gaan zijn en probeer daar toch een inschatting te maken welke impact bij welke omvang van doelgroep. En anderzijds de meerwaarde, de potenties die er nog in zitten zijn op dat en dat vlak. En daar zien we toch al die eerste uitdagingen of die noden, maar dat zal iets vager onderbouwd zijn. Oké. Denk je dat je daar iets mee aan kan? Ja, ik kan daar op zich iets mee aan. Het blijft misschien interessant voor mij om dan een keer nog eens af te toetsen voor die dossiers. Als dat kan, als dat niet kan, kan ik daarmee leven. Maar dat zou nog altijd interessant zijn. Als dat een struikelpunt voor u is om bij u aanvraag, dan wil ik daar zeker met u eens over babbelen. Dat is zeker geen enkel probleem. Okay, super. Dank u wel. En ik denk dat het ook bij ons is, als wij zien dat er bijvoorbeeld op voorhand of in het verleden al interactie geweest is met een doelgroep, met ergens een deel bedrijven of bepaalde sectororganisaties, en je hebt die nood al daar al kunnen capteren, hoe meer dat aangetoond is, hoe meer dat voor ons ook gemakkelijker is om te zien dat er effectief een doelgroep is. Als die vraag er is vanuit een sector of vanuit een bepaalde doelgroep, hoe beter of hoe gemakkelijker dat wij te overtuigen zijn van die economische impact. Oké, dank je wel. Veerle, jij hebt ook nog een vraag voor ons? Ja, inderdaad. We hebben in het verleden vooral ervaring gehad met dossiers waarbij dat er grote stukken worden aangekocht als investering. Maar ik heb nu ook een heel concrete vraag gekregen rond de inrichting van een lab. Dus die ook zou openstaan voor ondernemingen. Maar daar zijn vooral zo kleinere zaken die dan als totaalsom wel een groot bedrag zijn, maar individuele zaken zijn niet zo'n heel grote bedragen. Ik zeg iets, een paar duizend euro, een keer 10.000 euro. Is dat ook iets wat in aanmerking komt of niet? We vragen dan, als dat over... ik weet natuurlijk niet over wat het gaat, maar dat je dat dan bundelt eventueel, als dat kan op een of andere manier, een bepaalde opstelling die samen eigenlijk kan gezien worden als een, zeg maar iets, installatie, dat je dat dan bundelt. We vragen niet om dat te ver uit te splitsen, dat is misschien ook wat moeilijk. Dus in principe kan het wel, ook als die drempel van 100.000 euro gehaald wordt, is dat in orde. Natuurlijk mag niet apart allemaal gaan om zeg maar iets verlichting en een zeg maar iets nieuwe gyprokwanden. Als het daar maar tot beperkt blijft, dat is ook niet goed natuurlijk. Maar te ver uitsplitsen hoeft niet. Maar als je het kan bundelen in een bepaald thema qua infrastructuur en als dat ook eventueel kan uitgelegd worden in de aanvraag over wat dat dan precies gaat, dan is dat goed voor ons. Ja. We hebben het in het verleden wel al gehad, inderdaad, dat er meer labo-inrichting als start ergens, of uitbouw van een nieuw labo of een klein labo dat dan uitgebreid wordt. Vaak zien we dan wel dat dat een combinatie is van toch een aantal iets grotere stukken met dan een aantal kleinere bij. Als het nu inderdaad allemaal over zaken van een paar honderd euro's gaat, dan gaat al goed moeten aantonen wat het allemaal is en dat dat echt de meerwaarde is. Dus meestal is dat zo'n combinatie. Ik zeg het, een aantal grotere stukken, maar kleiner dan wat dat jullie inderdaad gewoon zijn. Ik denk inderdaad dat de voorbije aanvragen van jullie waren altijd redelijk omvangrijke zaken van toch een aanzienlijk bedrag. Maar we zien dus gerust in andere, ik zeg maar, een keer 30, een keer 40.000 euro en dat er nog een paar kleinere zaken bij komen, maar dat we toch wel zien over wat dat gaat. Dat we niet het gevoel hebben dat we enkele 500 kabels aan het subsidiëren zijn, maar dat we wel toch een of andere bepaalde machinerie, waar dat dan een aantal kabels bijvoorbeeld bij horen. Dat we toch wel een beetje het verhaal ook erachter zien en de eenheid erin.
Ja, dat snap ik. Ik had zo, in concreet is bijvoorbeeld ook, het is eigenlijk de inrichting van een soort lab waar men met in co-creatie gaat en zo. Maar daar heeft men ook scheidingswanden voor. En dat vind ik dan ook zo iets moeilijks van. Hè, dat zijn zo, bij wijze van spreken, akoestische panelen. Zelf zou ik dan denken dat dat werking is, maar ik weet niet hoe dat jullie daar naar kijken. Ik zie dat meer als investering. Allee, dat is akoestische panelen, ja. Ja, een, maar dat hangt er voor mij vanaf wat dat de bedoeling is van die panelen. Ah, wel, is dat puur om een scheiding te maken tussen twee ruimten? Of is dat in een bepaalde testopstelling waar dat die een noodzakelijk zijn om akoestische panelen te hebben en dat, die ergens, dat het effect van die panelen ergens mee in een meting of in een opstelling bepalend is? Ja, dat is duidelijk. Als het puur is om je ruimte in te delen zonder verdere functie, dan zie ik ze niet als onderzoeksinfrastructuur. Mm-hmm. Maar als het is om bepaalde UBUS-testruimte, ik weet niet wat te maken, waar dat die akoestiek een bepaalde... Ja, dat je die ergens alleen dat dan een impact heeft op je opstelling of zo, dan wel. Ja, oké. Okay, dus dat is duidelijk dan. Dank je wel. Ja, ik zie hier in de chat ook nog een vraag. Komen de slides ook ergens beschikbaar? Ja, we zullen die ook op onze website publiceren, deze PowerPoint. We gaan ze denk ik moeten rondsturen, want PowerPoints op onze website wordt lastig, omdat die vaak niet als een toegankelijk document opgemaakt zijn. Of, het is heel moeilijk om een presentatie als een toegankelijk document op te maken, waardoor dat we ze eigenlijk niet meer op onze website mogen zetten. Dus het zal dan misschien, denk ik, gemakkelijker zijn om ze rond te mailen. Even. Ja, oké, dan gaan we dat zo doen. Nog een vraagje in de chat zie ik. Indien het geld in 2 tot 3 schijven komt, is het dan de bedoeling dat de hogeschool het geld voor een grote aankoop eerst zelf besteedt en dan terugvordert? Misschien moet de persoon eventjes verduidelijken. Ja, sorry, mijn formulering is misschien niet duidelijk, maar omdat hij zei dat we chronologisch in een aantal stukken die schijven werden, stel nu dat je 1 stuk hebt van 100.000 euro, maar die eerste schijf is bij wijze van spreken 40.000 euro daarvan, ja, is het dan de bedoeling dat de hogeschool die aankoop doet en dan op het moment dat die factuur er is, pas die andere schijf terugkrijgt? Of is de bedoeling dat je dat dan... Want ik zag in de chronologie ook dat het de bedoeling is dat je... de tweede schijf pas krijgt als je een aantal uitgegeven zaken al kunt. Maar mijn vraag was dan wat met heel grote stukken / bestellingen. Sowieso. We kunnen pas het saldo volledig uitbetalen als 100% van de investeringen is aangekocht. Dus inderdaad, als je een factuur hebt van 100.000 euro... En daarmee is heel het, project gerealiseerd, maar je zit nog maar aan die tweede schijf, gaan we nog maar gewoon die eerste 60.000 euro betalen. Maar ja, je kan natuurlijk ook onmiddellijk dan, als je project gerealiseerd is, de saldo schijf aanvragen. Maar inderdaad, je gaat een stukje op voorhand moeten aanvragen. Ja, de eerste schijf is eigenlijk een voorschot, want daar moeten nog geen kosten voor aangetoond kunnen worden. De tweede schijf wordt uitbetaald als er kosten aangetoond. Lesser facturen zijn er tegenover. We gaan op dat moment, denk ik, nog niet echt de betaalbewijzen gaan controleren. Nee, dan gaan we kijken wat de facturen zijn. Ja. Maar dus met de eerste twee schijven heb je toch wel al een redelijk groot deel van de subsidie die je snel kan krijgen. Dat is al 80% van de subsidie dat je dan al hebt. Is er nog iemand die een vraag heeft? Je mag ook achteraf zeker nog vragen stellen als dat nodig zou zijn. Oké. Dan denk ik dat we er voorlopig zijn. Sowieso bedankt voor jullie aandacht. Zoals gezegd, de PowerPoint zal jullie bereiken. Ik zie toch nog een vraag van Michiel. Wacht, je micro. Ja, klopt. Ja. Misschien nog even... Terugkomend op die vraag van Dieter Struif, met betrekking tot die aankopen van software. Dat is een vraag die bij ons ook wel speelt. Dus ik vroeg me af, als jullie daar een antwoord op hebben geformuleerd, hoe jullie dat ter beschikking gaan stellen. Want dat komt steeds meer en meer terug. Ik weet dat er bij ons zelfs op een bepaald moment de vraagstelling was van, stel nu dat we zelf gaan werken aan onderzoeksinfrastructuur, een bepaalde software die we gebruiken voor een bepaald type onderzoek bij het Centrum Digitaal Leren.
Kunnen we dan eventueel die kosten van die ontwikkeling inbrengen als we inderdaad hetgeen dat ontwikkeld is als investering gaan afschrijven? Dus die, dat soort vraagstukken, dat speelt wel heel fel. Ja. Dus daar zijn we heel erg geïnteresseerd. Maar we kunnen het meesturen met de presentatie. Ik denk wel dat we vorige keer ergens een lijn hadden, dacht ik, Evi, als de software noodzakelijk is om uw onderzoek te doen, dat hem aanvaard werd. Maar als het bijvoorbeeld, ik koop 20 Office 365 pakketten aan, dan niet. Maar als het specifieke software was die noodzakelijk is, bijvoorbeeld, je zit met bepaalde types van camera's waar dat bepaalde specialistische software voor nodig is om die beeldverwerking te doen, dan dacht ik dat we intern dat meenamen. Maar als ze zei van, ik ga hier voor al mijn medewerkers een keer een update doen van hun Office pakket, dat we dan zeiden nee, dat is te generiek, dat aanvaarden we niet. Ja. Ik zal in de PowerPoint een vraag- en antwoordluikje toevoegen, waarin dat we die dingen ook zullen opnemen. Oké, okay, super. Oké. Dan nog een vraag in de chat. Ligt de focus eerder op vernieuwende machines of eerder bestaande conventionele machines waar meer vernieuwend onderzoek kan gedaan worden? De focus ligt niet specifiek op vernieuwende machines. Het moet infrastructuur zijn, ja, die state of the art is. Maar ja, het kan ook een aanvulling zijn op hetgeen dat er al is op de hogeschool. En natuurlijk, het onderzoek op zich moet niet innovatief of heel vernieuwend zijn, maar het moet wel voldoen aan de noden die bij ondernemers leven. Ik weet niet of dat een antwoord is op de vraag. Ik denk dat het voor ons belangrijker is dat er relevant onderzoek gebeurt en of dat het dan op een ingeburgerde technologie of machine gebeurt die nog niet aanwezig is en waar dan nog geen toegang toe is, dan is dat even goed dan dat het een zeer innovatieve technologie is. Oké. Het is vooral de motivatie, waarom heb je dit nodig om welk onderzoek te doen en toon ons aan waar dat die noodzaak zit ervoor. Ja, inderdaad. Oké. Als er nog vragen zijn, dan is het nu de moment. Oké. Dan wil ik jullie sowieso bedanken om deze infosessie bij te wonen. De opname zal ook via onze website ter beschikking staan. Via het e-mailadres dat ik daarnet getoond heb, kom je zeker altijd bij ons terecht en zullen we antwoorden op jullie vragen. En jullie kunnen mij ook altijd contacteren. Dus dank u wel en ik zou zeggen succes en dan tot later.